Mijn naam is Bastiaan van den Berg. Ik werk hier als programmamaker, specifiek voor jongeren. En ik ben 29 en ik werk hier nu 2 jaar. En ik werk hier in opdracht van de Dominicanen. Eigenlijk geef ik hun zending of hun missie geef ik mede vorm samen met hen. En ik trek daar een beetje de kar in als het gaat om jongeren. De Dominicanen zoeken eigenlijk naar wat is waar in het leven, wat is waarheid. Nou, zij hebben daar richting en antwoorden voor gevonden in de christelijke traditie en in de weg die Dominicus is gegaan. Nou, en dat wat zij gevonden hebben, dat willen ze graag delen met andere mensen. Dus ze willen andere mensen stimuleren om daar ook naar te zoeken. Nou, dan geven ze de term prediking aan. Dus het zijn predikbroeders, broeders die erop uittrekken. Dus ze kiezen heel duidelijk voor een leven met elkaar in het klooster. Maar de opdracht ligt buiten dat klooster. Hoe ik probeer verbinding te maken is onder andere in het project Songs for Mary. Ik zie dat veel jonge mensen zingeving vinden in muziek. Muziek geeft zin aan het leven, kan saamhorigheid geven. Dus ik denk dat muziek zeker een zingevingsbron is. Dus dat zag ik. En hier zie ik een mooie plek die heel veel inspiratie geeft. Nou, en zo ben ik op het idee gekomen om muzikanten hier uit te nodigen om te reageren op deze plek met hun muziek. En ze ook dan juist in gesprek te laten gaan met de bewoners hier, met de broeders die hier wonen. En het interessante daarvan is dat eigenlijk alle artiesten hadden heel veel bewondering voor de radicale keuze die eigenlijk de broeders toch maken. En ook vonden een soort thuiskomen van de broeders hier. Waar eigenlijk alle drie de artiesten een soort rusteloosheid hadden, misschien wel door hun creativiteit. Dat ze daar ook jaloers op waren eigenlijk. Van dat thuis zijn ergens, dat inspireert heel erg. En de artiesten gaven juist aan de broeders weer een soort uitdaging om hun geloof te verwoorden, om te zoeken naar de juiste taal. Dus de broeders spreken al gauw in allerlei christelijke termen die niet per se bekend waren voor de artiesten. Dus ook op dat vlak daagden de artiesten juist de broeders heel erg uit en gaf dat een hele interessante wisselwerking. Ander voorbeeld is dat we op 5 mei open zijn gegaan de afgelopen 2 jaar. Eigenlijk al jarenlang liepen hier heel veel mensen langs op weg naar het Bevrijdingsfestival in Park Wezenlanden. Daar komt bijna 140.000 man en het klooster was dicht terwijl er eigenlijk heel veel mensen langs liepen. Terwijl ik ook zoiets van laten we heel basaal gewoon open gaan als aanvulling op op de herrie, op de muziek, op het feest van het festivalterrein, kunnen wij misschien die plek van verstilling en reflectie zijn die juist ook voor mijn gevoel nodig is als het gaat om vrijheid, wat vraagt vrijheid van ons. En daar valt ook weer vanuit deze traditie dingen over te zeggen, wat is dan vrijheid. En bijzonder is dan dat er heel veel mensen binnenkomen eigenlijk. Het eerste jaar 900, het tweede jaar 1400. En dat er toch duidelijk een soort behoefte lijkt te zijn aan dat moment van verstilling. En ik had gedacht dat veel mensen gewoon binnen zouden komen voor een kaarsje en weer weg zouden lopen. Maar eigenlijk heel veel namen de mogelijkheid om hier even te zitten, om even stil te worden met elkaar. Om gewoon even afstand te nemen van de dagelijkse realiteit, denk ik. Wat ik merk bij een nieuwe generatie is dat er weer een soort frisse openheid en ontvankelijkheid is. Dus ik denk dat er een hele generatie beschadigd is door de kerk. En dat is ook gewoon niet oké geweest en dat is ook niet goed te praten. Maar je ziet nu een generatie die eigenlijk allemaal voor een groot deel zonder de kerk is opgegroeid. Dus ook geen schade heeft opgelopen en daardoor weer heel open is voor wat is dat dan, wat gebeurt hier. En dat is heel interessant in de rondleidingen die ik hier ook verzorg voor jongeren. Dat ze eigenlijk binnenkomen, verrast zijn en als eerst ook meteen benieuwd zijn van gelooft u ook? Dus ook wel die vraag naar wie ben jij en wat betekent geloof voor jou, zijn ze heel erg in geïnteresseerd. En dat moet ook vooral echt zijn. Dus daar zoeken ze ook naar van wat voor verschil maakt dat dan? Dus ik zeg vaak zelf wel, ik geloof in God. Nou, dan hebben de jongeren daar allerlei beelden bij, dat noemen ze dan ook. Dan zeg ik nee, niet in die God in ieder geval. Maar geloof jij in liefde? Dan zeggen ze altijd ja. Ik zeg, dat is één woord die ik gebruik om mijn God te omschrijven. Dus dan
starten we ook vanuit verbinding, zeg maar, om te praten. En zie ik ook dat jongeren verrast zijn dat er nou ook zo'n ruimer begrip kan zijn van God en geloven. Juist, en dat past heel erg bij deze plek, juist door mensen binnen te halen, verstaan we deze tijd ook beter, zeg maar. Weten ook beter waar mensen staan en hoe wij aansluiting kunnen vinden. En wij worden ook veranderd door hen. Dus het is een wederzijds leren. Dat is denk ik een hele belangrijke. Dat de Dominicanen niet zozeer zeggen, wij hebben de waarheid in pacht, maar we zoeken samen. En wij hebben een bepaalde richting gevonden, maar wat is jouw richting en hoe komen we daar samen verder in? En wat mijn leven zin geeft is, ik voel me thuis in de christelijke traditie en soms helemaal niet. Maar wat ik er heel erg in waardeer is dat ik in een groter geheel sta. Dus ik heb het gevoel dat ik samen met anderen al eeuwenlang eigenlijk zoek naar wat geeft het leven zin en wat is waar. En dat relativeert ook heel erg. Dus het is niet, ik hoef het niet in mijn eentje te doen. Er zijn al heel veel mensen mij voorgegaan waar ik uit kan putten. Dat vind ik heel prettig. Daarin voel ik me ook gedragen, gesteund door de gemeenschap. En ik heb het gevoel wel dat ik door iets, en dat iets noem ik God, gedragen wordt. Of dat er een soort orde is of waarheid in deze maatschappij die ook in mij leeft, in anderen leeft, wat ons draagt. Of wat ons uiteindelijk wel weer op het goede spoor zet. Dus hoe de samenleving ook misschien verhardt. Je ziet altijd ook weer die tegenbeweging. En die tegenbeweging is voor mij die waarheid die ik ook God noem. En die sluit zich niet op ook in de christelijke traditie. Maar die uit zich voor mij ook in mensen die zich inzetten voor de vrijheid van een ander. Dus het gaat ook niet altijd om het expliciet belijden van dit is God. Voor mij is God ook al aanwezig op plekken waar mensen misschien zeggen, nou, wij vinden dat het niet God is, maar ik zou dan wel zeggen, nou, God is daar toch wel bezig. Of dat is toch wel hoe ik het zou noemen, zeg maar, welke naam ik het geef.